Shaky Knecht, die kennen we natuurlijk van Shorttrack, maar die maakt morgen zijn debuut bij het NK Autocross. Ja, dat heb je net gezegd in de studio, dat klopt. Oh ja. C-O-A, band te gaan. C-O-A, band te gaan. C-O-A, band te gaan. C-O-A, band te gaan. Knecht, jouw kal. Deze wereldtitel is ook binnen. Zo. Kijk maar. Dit is de racemonster, Shinky. Ja, dit is hem. Maar okay. Heb jij dit van een paar oude schaatsen, heb je dit in elkaar gezet? Nee, dit is allemaal nieuw ijzer gekocht. Ja? Ja? Doe de kap eens open, even zien. Ja. Vind maar even blij, want je staat erin te kijken alsof je net met Max Verstappen vandaan komt. Nee, ik vind het wel bizar, maar ik vind het gewoon gek dat jij ook die hobby erbij hebt, zeg maar. Dat je zo met die, ik wist wel dat jij zelf altijd met schaatsen bezig bent, ook, ja, hè, met slijpen en stellen. Ja, ja. Maar jij kunt dus ook een auto in en uit elkaar halen. Dat lukt ook, ja. Loopt hij op? Hij doet het ook. Kun je hem even starten? Oeh, dat gebeurt niks. Nee, ik sta bijna zijn knieën kwijt. Ja. Er zit mooi geluid in, Shinky. Zeg je? Ja, ze hebben eruit. Denk je, is goed. Ze hebben eruit. Hey, maar hoe ben je hier in godsnaam op gekomen? Ik bedoel, je woont natuurlijk in Friesland, maar is dit gewoon inderdaad begonnen op een grasmaaier? En toen de auto van je moeder, toen de auto van je vader en toen heb je een keer gezien. Nou, ik zal het nou sterk, ik heb in principe nog nooit gereden. Je hebt wel een rijbewijs? Jawel. Maar de auto geautocrossed heb ik nog nooit. Je hebt nog nooit geautocrossed? Nee. Ah, maak je nou een geintje? Nee, ik maak zeker geen geintje. Maar je gaat nu serieus meedoen aan het NK, toch? Ja, zeker. Maar zegt dat nou weer over het niveau van de autocross of zegt dat jij hartstikke gek bent? Ik denk dat ik gewoon hartstikke gek ben. Kunnen we nog iets doen? Ergens mee helpen? Ja, er zijn altijd wel dingetjes die nog gedaan moeten worden. Ja. De kleintjes, die het meest naar binnen, die het meest naar het midden zitten. Ben je toch ontzettend onhandige man, hè? Hier, kijk eens even. Hey, Erik, misschien kan jij nog even een differentieeltje vervangen? Dan kijk ik de bobine nog even naar. Ben hier ook nog een doekie? De doekie, dat is een oude onderbroek van Shinky Knecht. Jazeker. Hier. Hoppakee. Auto is klaar voor vertrek. Misschien is het wel aardig om even te gaan kijken of het werkt hier in het weiland. Ja. Er is maar plek voor één iemand, hè, om erbij te zitten. Ja, niet echt comfortabel. Nee. Ik heb gelood. En ik moet je feliciteren, jij hebt gewonnen. Jij mag mee. Nou, weer fijn. Hij is niet heel blij volgens mij. Ik vind je dan wel af en toe klootzak, maar ik hoop ook niet dat je doodgaat. Dus daar heb ik wel een helm voor je meegenomen. Nou, mooi. Heb je er zin aan? Nee. Even wachten met gas geven, hè. Mooi, er is ook geen stoel. Nee, je kan je vasthouden daaraan. Jij bent vroeger al heel snel misselijk in die Citroën van je vader, hè? Ja. En ik word best snel wagenziek, hè? Is dat het probleem? Nee, maar doe rustig aan. Wil jij nog even proberen? Ik pagiseer het niet over. Dat is ook niet goed voor de auto. Hè? Je moet het zo licht mogelijk houden. Ja. Ik schaam me niet om het te zeggen, maar ik ben doodsbang. Een portemonneetje gelegd. Het gaat echt heel hard. Hey, je krijgt allemaal van die grasdingen de hele tijd in je gezicht. Ja? Ik heb het gevoel dat Shinky dat ding helemaal onder controle heeft. Ja? Maar je hebt niet gekotst? Nog niet, maar ik zal je eerlijk zeggen, ik ben echt kortsmisselijk. Shinky, ik wens je heel veel succes. Nee, zaterdag. Dankjewel, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, nee, ik ook. Wat sta je nou in je hand te likken? Nee, ik ben er echt slecht van. Maak er echt een geentje. Ik vond het echt verschrikkelijk.